Dit is een bespreking van Enees boek 2, regel 268 tot 286. Enees is met zijn schip geland in Libië, wat wij nu Noord-Afrika noemen. De andere schepen die hij in de storm was kwijtgeraakt, die blijken daar al te zijn. Enees wordt gastvrij ontvangen door koningin Dido, die daar de stad Carthago aan het stichten is. 'S Avonds bij de maaltijd vertelt Enees vervolgens het verhaal van de ondergang van Troje. Hij vertelt hoe de Trojanen, in de veronderstelling dat de Grieken vertrokken zijn, het houten paard de stad inslepen en na een uitbundig feest uitgeput in slaap vallen. En in die nacht verschijnt aan Enees de eerder gesneuvelde Hector in een droom. De ik-persoon in boek 2 is dus Enees, die het verhaal over de inname van Troje vertelt aan Dido. Tempus erat, het was de tijd, quo relativum, waarop de eerste rust, letterlijk vertaald met slaap, de eerste rust voor de stervelingen. Het werkwoord staat daar, begint. Dus het was het begin van de nacht waarop mensen normaal gaan slapen. Bij die stervelingen staat nog dat ze aigris zijn. Meestal betekent dat ziek. Maar hier moet het wel vermoeid betekenen. Dus het was tijdstip waarop de eerste rust voor de vermoeide stervelingen begint. En heel aangenaam, gratissima, superlatives. Congrueert met dat quies daarboven en heel aangenaam besluit, staat er letterlijk, die stervelingen natuurlijk, door een geschenk dono divum van de goden. Divum, de uitgang oem, is hetzelfde als orum en divorum is dan hetzelfde als deurum. In mijn slaap, hè, mijn, want Enees is de verteller, heb ik al gezegd. In mijn slaap, ekke, zie daar. Ante oculos, voor mijn ogen, en dan eerst de hoofdpersoon, maestissimus Hector, komt Hector iets doen, en Hector is zeer bedroefd, maestissimus, nog een superlativus. Hector visus, bij visus moet je est aanvullen, is verschenen, in mijn slaap zie daar, voor mijn ogen, scheen zeer bedroefd Hector te ad esse, te aanwezig te zijn, voor mij. Largosque effundere fletus, en te vergieten, te effundere, rijkelijke fletus. Ja, meer, dit is een woord van groep 4, dit is een accusativus meervoud, die congrueert met largos, en rijkelijke tranen, fletus, te vergieten. Vervolgens beschrijft Enees hoe Hector eruit zag. Hij was raptatus aterque, hij was meegesleurd, en hij was zwart, meegesleurd door het tweespan, een bigai, dat is een tweespan, in het Latijn is dat een meervoud, ut quondam, zoals ooit, dat slaat op toen Hector overwonnen was door Achilles, dat Achilles hem achter zijn strijdwagen bond en hem 7 keer rond de muren van Troje sleepte, dus hij was nog steeds bedekt met wonden, hij zag eruit, meegesleurd door het tweespan van Achilles dus, ut quondam, zoals ooit een tijd geleden. En hij zag eruit ater, zwart, door bloedig, en dat congrueert met pulveren, door bloedig stof. En, hier staat nog een keer en hij was doorboord, per pedes, door zijn voeten, door zijn gezwollen voeten. En dan lora, dat komt van lorum, dat is een riem. En dat moet hier een accusativus zijn, logisch zou zijn met een ablativus. Hè, dus door zijn voeten doorboord met riemen. Loris zou niet in de hexameter passen, de uitgang is lang. Lora wel, die a is kort van het onzijdig meervoud. Dus het moet hier letterlijk iets betekenen als die Hector was doorboord door de voeten. Door de gezwollen voeten, wat riemen betreft. Het is een accusativus van betrekking, heet zoiets. Eimihi betekent ach, wee mij, of zoiets betekent dat. Hoedanig was hij? Qualis erat is een uitroep. Wat zag hij eruit?
hoeveel kwantum verandert, ppp veranderd zijnde, vanaf die Hector die. Dus hij zag er heel anders uit dan de Hector die Aeneas kende. De Hector qui redit, die terugkeert, aangetrokken hebbende, betekent in Dutus ook een ppp, de wapenrusting, de ex uvias Achilli, van Achilles. Achilli moet hier een genitieve zijn, dus alsof hij van groep 2 is in plaats van groep 3. Dus hij zag eruit heel anders dan de Hector die uit de oorlog terugkeerde met de wapenrusting van Achilles. Of de Hector die Iaculatus, die gegooid had. Iaculari is een deponens wat slingeren betekent. Die geslingerd had. Phrygios ignes, congrueert met elkaar. Phrygische vuren. Phrygië is de landstreek waarin Troje ligt. Dus dat staat hier voor Troje. Trojaanse vuren. Gegooid hebbende naar de poepes. Dat zijn de achterstevens van de schepen natuurlijk. Van de Grieken. Gerens, je moet eerst even dat PPA zien staan hier. Gerens, dus dragende, nog steeds beschrijft Aeneas het uiterlijk van Hector, dragende een squalentem barbam, een smerig zijnde baard, een vuile baard, en zijn crines, zijn haren, aan elkaar geplakt, concreto's, een PPP, door bloed. En die wonden dragende, die in grote getalen, plurima, hij opliep, akepit, die hij ontving letterlijk, plurima, zeer veel, rondom de muren van zijn vaderstad, rondom de vaderlijke muren. Dus ook in deze zin wordt het uiterlijk van Hector beschreven. Ultro betekent uit eigen beweging of als eerste, videbar, scheen ik. Aeneas is aan het dromen, hij vertelt hier dat hij droomde, dus ik droomde dat ik zelf, ipse, wenend, als eerste de man toesprak. Dus ik scheen, virum, dat is dus Hector, toe te spreken. En ik scheen te expromere, uit te spreken, de bedroefde stemmen zijn dat letterlijk. Eigenlijk is dat een metonymia voor woorden, hier vertaald ook met woorden. Aeneas lijkt dus in zijn droom als eerste Hector toe te spreken. O lux Dardaniae, zegt Aeneas in zijn droom tegen Hector. O licht van Dardania. Dardania is weer een andere naam voor Troje. Lux is natuurlijk een metafoor. Het is zeer vergelijkbaar met onze ster, ster van de Trojanen. O spes fidissima tuikroem, o zeer betrouwbare, betrouwbaarste hoop van de tuikri. Tuikri, een woord wat we al een paar keer hebben gezien voor Trojanen. De uitgang oem is hier weer hetzelfde als orum. En dan stelt Aeneas een vraag, kwij welke zo grote oponthouden, dat staat er letterlijk, tenueren, hebben vastgehouden. Leidend voorwerp moet je te jou aanvullen. Welke zo groot oponthouden hielden jou tegen? Quibus Hector, Hector wordt hier aangesproken. Hector ab quibus oris, vanaf welke kusten, vanaf welke kusten, venis, kom jij? Expectate, expectate, dat is de vocativus van het PPP van expectare. Expectare betekent verwachten, expectatus betekent verwachte, jij die verwacht bent. En expectate is daar dus de vocativus van. Lang verwachte Hector, vanaf welke kusten ben jij gekomen? Aeneas lijkt in zijn droom niet meer te weten dat Hector al gesneuveld is en dat hij er zo verschrikkelijk uitziet vanwege dat om de muren van Troje slepen door Achilles. Hoezeer te post multa tuorum funera, hoezeer jou zien wij aan, daar staat het werkwoord, dus ut te aspicimus, hoezeer zien wij jou aan. Post multa, naar vele, congrueert met funera, wat daar staat, na vele begrafenissen van de jouwen,
naar varios labores, naar verschillende inspanningen van mensen en van de stad, zien wij u aan, en dan heb ik vergeten te vertalen, defessi, zien wij u afgemat als we zijn, aan. Dat defessi hoort dus bij het onderwerp van Aspikimus. Wij die zo afgemat zijn, hoe blij zijn ben ik dat ik jou na zoveel toestanden nu eindelijk zie. Quae causa indigna, welke oorzaak, welke onwaardige oorzaak heeft smerig gemaakt, foidare is dat, heeft geschonden, heb ik vertaald, jouw serenos vultus, jouw edele gelaatstrekken. Vultus weer van groep 4, dit is de accusativus meervoud. Aut cur, of waarom zie ik, dus hier Aeneas, zie ik deze vulnera, deze wonden. Nogmaals, Aeneas lijkt niet meer te weten dat Hector gesneuveld en gemarteld is.